Er komen tijdelijke woningen in het oude NH-hotel in Geldrop. Daar waren al een tijdje onderhandelingen over tussen de gemeente en de eigenaar, maar nu is de kogel ook echt door de kerk. De woningen zijn bedoeld voor onder andere starters, studenten, senioren, alleenstaanden en arbeidsmigranten. De werkzaamheden starten direct. De in totaal 138 wooneenheden kunnen waarschijnlijk op 1 april open.